Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. In de donkere dagen voor kerst een schaars lichtpuntje vanuit het Van der Valk Hotel met drie gasten. Jan van Staar, René Wagelaar en onze speciale gast Peter Rekers. Peter... assistent-trainer van Heracles Almelo, assistent-trainer van Jong Oranje en ex-speler van Heracles. Ik kan me nog herinneren, VVV en ook AGOVV. Hoe is het met je? Goed, uitstekend. Ja? Ja? Ja, dankjewel. Ondanks die 0-0 tegen Sparta met Heracles gisteren? Ja, dat was geen leuke wedstrijd. Hè? Ik denk voor de mensen op de bank thuis. Hè, René, ik weet niet of je gekeken hebt. Maar het was geen verwennerij, maar desondanks een punt meegenomen uit Rotterdam. Op zich niet slecht, op zich nee, kan dat. Nee, op zich niet slecht. Ja. We gaan lekker door en we verzamelen punten en we zijn op de goede weg, denk ik. Ja, zo dadelijk meer over jouw persoonlijke leven, voetballeven moeten we zeggen. Jij hebt die wedstrijd ook gevolgd, Heracles, bij Sparta, op Spangen. Dan is de grote vraag natuurlijk, is dat nou weer het grote verschil van Heracles tussen uit- en thuiswedstrijden? Dat die balans wel erg overhelt naar de thuiswedstrijden? Nee, dat lijkt mij niet. Ik vond Heracles prima starten. Er waren ook zeker fases dat ze het hadden kunnen beslissen volgens mij. Het was ook op kunstgras. Dat vind ik dan toch een voordeel voor Heracles. Sparta had wel zijn kansjes, maar of het 90 minuten zeg ik prima. Prima 0-0. Ja, ja. Binnenpakken dat punt en wegwezen. Is dat een beetje het verhaal? Ja, dit was zo'n wedstrijd. Hè? Dan ben je blij als de klok een beetje doorloopt. En dan zit er niet meer in. En dan moet je dat punt meenemen. Dus wat dat betreft, in een uitwedstrijd is dat prima qua resultaat. Alleen, het spel was het hele weekend bij alle clubs ondermaat. Ja. Dit was ook weer zo'n wedstrijd. Gauw vergeten. Ja, en door. En op naar de volgende. Is het dan zo, Peter, dat jij bent een aanvallend geschoolde trainer uit Nederland. Je hebt een Duitse hoofdtrainer naast je. Frank Wormoed, die het heel goed doet, laten we dat even vooropstellen. Is het dan zo dat jij misschien bij 0-0 in de 60ste minuut denkt van... we gaan nog even wat risico nemen met een offensieve wissel? Heb je daar wel eens conflicten mee bijvoorbeeld? Dat is altijd een afweging wat je moet maken, denk ik, in zo'n wedstrijd. En je moet ook echt wel gaan kijken, kunnen we eventueel nog wat halen? Kunnen we nog een zet doen, zodat de tegenstander het moeilijker krijgt? Maar gisteren denk ik... dat het heel lastig zou zijn. Waarom? Ik denk beide ploegen, als ze de bal niet hadden, dat ze het uitstekend voor elkaar hadden. En met de bal was gewoon beide ploegen waren gewoon ontzettend slordig. En om dan nog een zet te doen en daar nog wat uit te halen, wordt lastig. En was de bank sterk genoeg, Peter? Was de bank ook sterk genoeg op dit moment voor de aanvallende wissel? Je had Koning en je had van kijken. Een Seuken heb je nou uiteraard nog. Ja, hè? Dus, nog. Nee, ja. We hebben zeker nog wel jongens op de bank die eventueel nog wat kunnen doen. Ja. Maar gisteren waren we daar niet. Op dat moment hadden we het. De wedstrijd zat vast. Het zat een beetje op slot aan beide kanten. Alleen, het was zo slordig en we kregen de bal al af en toe heel moeilijk van A naar B naar C. Dus om daar nog echt verwachtingen te hebben van oké, we gaan het heel aanvallend maken. Nee, uiteindelijk moet je ook inderdaad, gooi maar dicht. Uiteindelijk moest je dat wel doen, om de rode kaart nog van Joey Konings op het laatst. En dan moet je altijd nog wel denken van oh shit, we komen met 10 man en de bal zal nog maar een keer verkeerd vallen. En zeker met een standaard situatie, omdat Sparta ook veel lengte in de ploeg heeft. Dus maar uiteindelijk zijn we tevreden met het. Fysiek ook sterk, Sparta. Ja, absoluut. De rode kaart van Konings, hij komt met zijn voet naar voren. Dat doe je niet bewust, denk ik. Nee. Jan, hoe zie jij die situatie? Was dat terecht? Ja, er zit er een half op de grond, hè. En dan kom je bent er net ingekomen. Dat was het, dat is een beetje de combinatie. Dessus had nog net die bal wel of niet. Dus het was een beetje een rommelige situatie. Maar ik moet ook zeggen, je kan het ook met geel afdoen. Want ik schrok er zelf van, en misschien de speler zelf ook, dat hij achteraf denkt van nou, ik kwam wat wild in. Maar aan de andere kant denk ik van, ja goed, dit gebeurt je dan een keer. Maar het was voor mij, in mijn beleving was het gewoon een gele kaart geweest. Als je scheidsrechter had gevoetbald op niveau, had hij het niet gegeven. Had hij gezegd geel. Ja. Maar die man die gaat puur volgens de regelen. Die jongen die komt er net in, wil zich laten zien en zet die voet even iets erin. Ja. Maar het was niet echt dat je een schopbeweging zag op zijn hoofd. Nee, hij raakte hem ook niet echt uiteindelijk. En die tegenstander zei het ook vanmorgen zelf. Ja, het is dat de jongen zo laag was met zijn hoofd. Als hij gewoon had gestaan, dan was er gewoon totaal niets aan de hand geweest. Dan was er waarschijnlijk gewoon het spel door te laten gaan. En nu is dat omdat zijn hoofd laag is. Ja, en dan is dat altijd een gevaarlijk spel. Ja. Peter, jij bent assistent-trainer bij Heracles. Het gaat prima met die club. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Frank Wormoed is trainer. Jij bent, ik zeg net al, een Nederlander. Iemand die waarschijnlijk met de Nederlandse leest is opgegroeid. Mm-hmm. Heb je wel eens met Wormoed, de hoofdtrainer, die natuurlijk vanuit Duitsland hier naartoe is gekomen, heb je wel eens conflicten of whatever, als het gaat om de spelopvatting?
conflicten niet. Wel eens af en toe strijd over het voetbal dan. Hè. En natuurlijk de Hollandse school tegen de Duitse school, ja. Dus dat is altijd leuk. Maar nee, we hebben goede discussies over voetbal altijd. En Frank luistert ook daarna hè, en hoort het ook toe, hoort het aan. En uiteindelijk is hij dan wel van, oké, wel niet. En dan zegt hij op dat moment zegt hij er niks over. En dan komt hij een aantal dagen later, komt hij toch, ja. Ah, Peter, ik heb erover nagedacht. En oh, ja, goed. Dit en dit en dit. En krijg je wel eens gelijk ook? Lastig met een Duitse trainer, maar ja, hij kreeg wel eens gelijk. Dus dat is mooi. Je ziet ook wel dat hij zich goed aanpast aan de Nederlandse cultuur daarin. Ja, zeker. Ja. Ja. En jij bent, kijk, op een gegeven moment, hè, dat weten we allemaal in Nederland. We willen graag voetballen, we willen misschien wel te veel voetballen. Dat kan als naïef worden uitgelegd in de geschiedenis zelfs van het Nederlands voetbal. Ben jij nou een type die zegt van lekker die Hollandse school of moet daar ook even wat worden ingebouwd aan zekerheid soms? Ik vind dat wij zeker in de cultuur van Nederland en de manier van voetballen, dat ik dat ontzettend mooi vind. Hè? Het creatieve, het speelse, dat moeten we ook behouden. Daarom zijn we denk ik ook groot geworden hè, in de wereld. Daarom wordt er ook zo goed naar Nederlands voetbal gekeken. Maar er zijn zeker ook aspecten vanuit het buitenland waar wij kritisch naar moeten kijken. En dat we daarin moeten verbeteren. Ook als je kijkt naar Europees voetbal. Ja. Dus daarin is het een mooie, hele mooie combi tussen het Duitse en het Nederlandse. Ja. Ja. Peter Rekers, kan dat een grote trainer worden? Gezien de haardrag wel. Gewoon maar even op tafel. Gezien de haardrag zeker, want ik vergelijk hem dan toch maar in het rijtje Erik ten Hag, Peter Bos. Ja. En die doen het allebei ook hartstikke goed. En nee, ik denk dat Peter wel absoluut tactisch erg sterk is zoals ik hem ken. En ook hoe hij met jongens omgaat. Hard, fair, duidelijk. Eerlijk. Eerlijk. Dat zijn allemaal aspecten waar ik wel van hou. En dat hebben die andere twee die ik net noem ook. Ja. Jan, ik jij denk kent dat Peter kan komen, ja zeker. Ja, jij kent Peter ook goed natuurlijk vanuit het verleden. Nou, ik was hier nog je bij Twente stage liep bij de jeugd. Ja, klopt. En daar zie je, kijk, als je een beetje de carrière volgt, dat doen we dan allemaal. Hè. Dan zie je dat hij steeds stappen blijft maken. En dan weet je nooit waar dat gaat eindigen. Maar in potentie, hè, als je die school doorlopen hebt, dan heb je alle niveaus gehaald. En nu ook weer Nederlands, Jong Oranje speelt dan mee, het eerste elftal, Duitse trainer. Dus het is allemaal bagage wat hij meeneemt. En vergeet even niet, hè, hij was natuurlijk een behoorlijke centrale verdediger. Ja. Hè? Dus ook daarin heeft hij stappen gemaakt en die zienswijze brengt hij over. Ik heb het tweede Passelee ook nog een keer gezien hoe hij daarmee omgaat. Nou, dan heb je ook heel veel aarspelers bij Heracles die op het veld staan. Dus dat heeft hij allemaal in de bagage mee. Dus ik denk dat hij hele logische stappen maakt in zijn carrière. En wie weet wat er met Heracles, maar wie weet wat er nog verder gaat gebeuren. Maar hij is in ieder geval Op de goede weg. Ja, niet omdat hij hier zit, maar wij kennen elkaar al heel lang. Ik ken zijn broer natuurlijk nog langer. Ja. Dus ja, ik heb hem, het is echt wel een voetbalfamilie. Vergis je even niet, hè? Want die Benno die is ook nog een keer topscorer van Nederland geweest bij Heracles toen ik hem in de jeugd had. Ja. Dus de familie Rekers staat ook garant voor voetbal. Ja, en natuurlijk een link met Dato Friesenveen, vanuit het verleden ook nog gespeeld. Klopt. Jij zit nu bij Jong Oranje al een tijd. Is dat een feestje voor je, voor een trainer? Ik bedoel, al die AZ-exponenten, Boadu, Stengs, die zijn dan inmiddels ook naar het A-elftal. Maar ook Dil Rosun, Kluivert, noem maar op. Is het als een kind in de snoepwinkel van jou? Soms wel. Soms sta je op trainingen en dan doe je trainingsvormen en dan zit je of partijspel of... Het is soms zo genieten met jongens wat die met een bal kunnen. Hè? En hoe technisch vaardig ze zijn, maar ook het leervermogen van die jongens. Ja. Als je ze iets aangeeft van oké, let daar en daar op, misschien kun je dat doen. Pap, ze hebben het. Weet je, dat is fantastisch om te zien. En dat is zo lekker werken voor een trainer. Dat je niet 10 keer moet trekken aan een speler, maar zij doen het gelijk. Nou, dat is wel een stukje intelligentie van de jongens zelf ook. Dat is ontzettend leuk om te kijken. Als je dan een midweek met Jong Oranje hebt gehad, hè, dan moet je weer terug naar Heracles. En dat is ook mooi, daar gaan we vanuit. En dat heb je ook gezegd. Is dat omschakelen op de een of andere manier? Ja, soms is het wel even schakelen. Want natuurlijk, je werkt dan met jongens van topniveau, hè, met grote clubs spelen. Dan is het af en toe wel schakelen, dat je terugkomt. En dat je dan wel eens een aanname, die bij Jong Oranje, bij jongens vanzelfsprekers is, dat die bal gelijk goed ligt of dat de passing goed is. Nou, dat is bij ons dan wel eens anders. Hè? En daarin moet je dan wel eens schakelen van, oh ja, we moeten even een set terug doen. Ik ben weer in Almelo. Maar dat is ook helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, wij hebben een hartstikke goed niveau op de club en op het veld. Maar af en toe is dat wel eens even schakelen. Ja. Even naar FC Twente, 0-0 uit bij Den Haag. René, puntje ook in dit geval meenemen, ook weer een matige wedstrijd. Ja. Wat je ziet bij Twente is dat de trainer Garcia in het begin hele romantische en misschien wel naïeve ideeën had. Ik wil mijn handtekening onder dat voetbal. En dan blijkt toch dat je uiteindelijk afhankelijk bent van de kwaliteit van je spelersmateriaal. En nu is die wat defensiever gaan spelen. 2-6, 6,5 mag je zeggen met Brama. Is dat toch even een wake-up call, dat hij ziet dat je niet zomaar je
je mooie ideeën in de praktijk kan brengen die je als voetballer hebt, voetbaltrainer? Ja, dat weet ik niet. Kijk, in het begin was het allemaal Hosanna. Het kleren van de Sara, geloof ik, en dat stond allemaal goed en het was allemaal mooi en het was jong. Ze pakte punten, terecht of niet, en dan gaat het even wat minder. Ja, en dan beginnen ze natuurlijk van alle kanten. En die druk op Brahma werd natuurlijk steeds groter. En tegen Ajax vond ik het een hele goede keuze om hem op te stellen. Omdat er toch wat zekerheid mee ingebouwd moest worden. En nu in deze wedstrijd tegen ADO, ja, dan zie je toch wel duidelijk dat ik wat meer naar voren zou willen voetballen. Dat ik wat aanvallendere spelers erbij zou willen hebben die het verschil kunnen maken. Want ze komen in 90 minuten misschien 3-4 keer voor de goal. Ik blijf dat te weinig vinden. Dat is heel weinig. Ja, en als ik dan vanmorgen lees dat Brahma de 3 balletjes heeft gegeven die tot een kans leiden, ja, dat is wel wat armoedig. Maar ik denk dat er van de winter nog wel iets gaat gebeuren. Ja, maar desalniettemin, Jan, Twente, Lees Garcia speelt anders op dit moment. Dat is ingegeven door misschien wel het overleven. Ja, maar realiteitszin gewoon. Ja. Kijk, en als er niet meer in zit, en je probeert toch je beste elftal op te stellen, beste spelers, en dan hoop je punten mee te halen. En daar is hij ook afhankelijk van. Dus ik begrijp best wel dat hij iets anders gaat denken. Want ja, je moet zo langzamerhand ga je naar beneden kijken. Nou, Twente moet niet in de problemen gaan komen met dit elftal. En dat zou zonde zijn. Dus ik begrijp deze keuzes wel. Het blijft opvallend dat zijn protégé Espinosa, dat is een mooie voetballer, die verdedigt natuurlijk niet zoveel mee, dat mogen ook gezegd worden, maar die wordt het slachtoffer van deze onbroeg. Ja, nou ja, goed, verdedigend staat het prima, hè? Ook nu weer, hè? Met Brahma erbij ook nog eens een keer. Dus ja, ze hebben gekozen voor wat zekerheid, maar ja, wat je dan tekort komt is voorop. Ja. En je komt bijna niet, zeg maar, in doelrijpe kansen. Nee. Nou, dat is wel zonde als je naar een wedstrijd zit te kijken, want uiteindelijk gaat het, als je wil winnen, Tuurlijk. Ja, zou je toch kansen moeten creëren eerst om doelpunten te maken. Maar en ze ja, gebeurt er weinig. Op beslissende momenten daar hebben ze ook Nakamura, die heeft die bal, die hoeft hem alleen maar even breed te tikken op Aitor. Ja, dan missen ze ook nog even het overzicht. Het overzicht, hè? Net als vorige week tegen Ajax. Kan ook de jeugdigheid zijn. Hoe kijk jij naar Twente, Peter? Ik vind het ontzettend leuk om naar Twente te kijken en ook naar Gonzalo te kijken. En waar ik ook nog mee heb samengewerkt. En, als ik Gonzalo over voetbal hoor praten, hoor ik heel veel goede dingen en heel veel mooie dingen. Maar het is inderdaad wel die omslag maken op het veld. En ik moet zeggen, ze hebben heel veel goede dingen al gedaan dit seizoen. Hè? De start was fantastisch natuurlijk. Ja. En dat zie je al wel een klein beetje. Oké, de prestaties worden iets minder. Het is iets wisselvalliger. De druk komt om de hoek kijken dan? Ja. Ah ja, de druk komt erbij, absoluut. Het is natuurlijk, bij Twente is het natuurlijk ook vanuit de achterban, alles komt eromheen, komt erbij. Maar we moeten ook niet vergeten dat heel veel jongens van Twente op dit moment voor het eerst in de Eredivisie voetballen. Ja. En Twente wordt nog steeds gezien als een grote club. Zijn ze ook nog steeds wel, absoluut. Sleeping wel. Giant. Ja. Zeker als je kijkt ook weer naar de supporters en alles eromheen, dan is het gewoon een grote club. Maar we moeten ook even reëel blijven en zijn, vind ik. Ja, omslagpunt misschien wel die wedstrijd tegen Heracles. Het stond 1-0, Twente maakt 2-0, dachten ze. En dan wordt die bal afgekeurd, VAR momentje. Als ze daar hadden kunnen doortrekken, hadden ze in een andere moed gezeten. Maar goed, de realiteit is dat jullie daar winnen. Hoe mooi is dat om met Heracles de derby te winnen van Twente in Enschede? Dat is natuurlijk altijd mooi, hè? Maar de mooiste zeker van het seizoen? Per definitie? Voor supporters zeker. Ja. En voor ons als trainers en voor spelers is het natuurlijk altijd lekker om een uitwedstrijd te winnen. Maar het waren ook twee geniale momenten van Mauro natuurlijk, die de wedstrijd besliste. Maar we waren er heel blij mee. Ja. Kan ik me voorstellen. Jij zegt net, René, er moet iets gebeuren in de winterstop. Hè, als je door wilt ontwikkelen, als je niet in de problemen wilt komen. Welke posities zie jij? Ja, dat is moeilijk. Aanvallend zou ik, kijk, verdedigend hebben ze over. Maar ik denk dat met Busquets en Schenk daar je daar wel mee de tweede seizoenshelft in kan. Hè, daar kun je wel mee. Maar je moet aanvallend. Ze komen voetballend, op een of andere manier niet voor de goal, met uitgespeelde kansen. Het is allemaal opportunisme en van daaruit maken ze soms een goal. Maar niet zegt via de rechterkant of via de linkerkant met automatisme of een 10 die bijsluit. Of een goede nummer 10. Ja, dat zou die de steekballetjes kan geven. Ja. Op de spitsen. Ja. Ja. Wat denk jij, Jan? Waar zie jij de... Nou, wat opvalt bij clubs die zeg maar goed spelen, kijk naar Heracles, die hebben natuurlijk een topscorer in huis. Ja. En als je dan kijkt, Fuskić is natuurlijk eigenlijk een nummer 10. Maar hij heeft er wel 8 gemaakt. Jawel, maar dat is als je dat gaat kijken wanneer hij dan scoort en hoeveel hij scoort per wedstrijd. En dan zie je weer, op het moment dat het even weer niet loopt, dan wordt hij er weer afgehaald. Ja. Bij Dessers is gewoon de nummer 1 spits. Ja, hoe dan ook. En die geeft dat vertrouwen aan de ploeg. En daar kan je mee doorvoetballen, die kan je aanspelen achterin als je in de problemen komt. Dat is gewoon een slimme speler. Dus die ploegen, die hebben wat meer houvast. En ja, bij Twente is het vaak wat wisselvalliger. Maar die spelers zijn, als je kijkt naar de flankspelers met name,
ja, het is halen en brengen. Je weet nooit wat je kan verwachten. Nee. Kijk, gisteren zo'n actie weer van onze Japanse vriend aan de linkerkant. Ja, als hij die bal breed legt, maar het gaat om dat soort momenten. Ja. Nou, en bij Heracles hebben ze aan de buitenkanten, dat is nu ook een beetje aan de hand. Hè. Daarom zit ik gisteren ook te kijken, Van de Water is er dan in één keer weer niet. Nou, links voorin met Dos Santos. Nou, dan is Dessers ook alweer beperkter. Ja. Dat hij veel minder toevoer krijgt en dat de snelheid wat minder is. En bij Twente is Aitor zijn magie een beetje kwijt. Hè? Ja, vrije trappen. Kijk naar zijn vrije trappen. Dan denk je van, nou, ik weet niet hoe lang je moet zijn om die ballen erin te koppen. Nee. Want hij schiet ze echt meters naast. Terwijl hij vorig jaar, als je Aitor vorig jaar zag, geweldig. Hoeveel heeft Beijer er toen niet gemaakt? Hè? Ja. Bijvoorbeeld, tweede paal, iedere keer bom. Elke keer hetzelfde. Ja. Ja. Maar dit jaar stagneert dat een beetje. Maar dat heeft ook te maken, wat Peter ook terecht zegt, de Eredivisie is wel wat anders. Ja. Ik zeg net, jongens, zelfvertrouwen. We hadden het net over wie moet Twente halen in de window in januari. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er spelers weg worden verkocht. Is er bij Heracles angst voor Dessers, die aan de lopende band scoort? Angst hebben we nooit. Slechte raadgever. Nee, maar je weet dat je bij een club als Heracles werkt. Hè. We zijn een opleidingsclub en uiteraard willen we stappen maken als club en elke keer weer omhoog gaan. Maar je weet dat de beste spelers altijd daar worden aan getrokken en die worden verkocht. En, ik bedoel, dat is ook hartstikke mooi. Dat betekent dat wij heel veel goede dingen doen hè, als dat gebeurt. Dus in principe is altijd alles te koop bij ons. Ja, ben je verbaasd door de ontwikkeling van Dessers dit seizoen? Of had je dat wel in je achterhoofd zitten en kennen van de zijkant? Ja, weet je, Cyril heeft één ding als hij in de 16 meter is. Dat is het doelpunt. Ja. Dat is echt heel bijzonder en op de trainingen en ook in de wedstrijden. Hè, maar ik denk dat hij nog vele stappen kan maken. Mm-hmm. Waarom? Cyril is ook wel een jongen die af en toe nog een keer een schop in de kont nodig heeft. Ja. En als je dat doet en hij is een klein beetje geïrriteerd, dan heb ik het gevoel dat hij nog 50% beter is. Ja, okay. Dus daarin moet hij zichzelf, mag hij zichzelf ook iets meer trainen. Nee, lui is hij niet. Nee, de lui is hij zeker niet. Maar je moet hem af en toe moet je hem uitdagen. Het is een goed ventje. Hoe doe jij dat? En door af en toe eens een opmerking te maken en af en toe eens een keer wat tegen hem te zeggen. En dan valt het wel. Ja, oké. Hij is natuurlijk gekomen afgelopen, augustus, terwijl Dalmau de omgekeerde weg ging, bewandelde, richting Utrecht. Volg jij Dalmau, ligt geblesseerd natuurlijk. Het lijkt erop dat Heracles hier een geweldige deal aan heeft gehad. Adriaan vind ik een geweldige spits. Hij heeft bij ons een heel goed jaar gedraaid. Ja. Ik vind hem een heel goed ventje. Ik kon goed en ik heb fijn met hem samengewerkt. Wilde per se weg? Hij wilde per se weg en hij wilde de volgende stap maken. Hij heeft alleen zichzelf in de voet geschoten door niet te trainen, de voorbereiding. Ja. Je kunt van alles willen, maar dat zie je nu. Want nu loopt echt de feit aan. Hij is gewoon niet fit en hij is nog steeds niet fit. Dat is doodzonde voor zijn speler. Ja, hij zou heel graag hebben gespeeld tegen Heracles. Dan gaan we gelijk even naar komend weekend. Wat een bruggetje. Maar dit geldt. Maar dan sta je onbekend. Jij bent van de bruggetjes. Ja, bruggetjes. Brug te ver, hè? Viaducten, noem maar op. Heracles speelt thuis tegen Utrecht. Dat is een mooie wedstrijd in de subtop. Daar gaan we geen Dalmau zien. Denk je dat Dessers extra gemotiveerd is om juist in die wedstrijd... Die zal ze willen laten zien. Ik heb ook een eentje op het formulier staan, dus ik denk ook dat Heracles wint. Jan, het is tegen jou Utrecht. Zijn jouw twee clubs tegen elkaar? Ik kan voor de veilige weg kiezen, maar dat doe ik niet. Maar het gaat er met name om op Heracles. Wat doe je daarmee, Jan? Wat is de veilige weg? Dan zou ik een drietje doen. Okay. Dan zou ik een drietje zeggen. Nee, dan ben ik overal. Ik woon in Almelo en de familie ook blij. Ja. Nee joh, natuurlijk niet. Kijk, om je schuldgevoel af te komen. Nee, maar het belangrijkste is of Heracles, die zijn op dat kunstgras zeker wel favoriet, als ze er allemaal zijn. Ja. Dat gaat het met name om. Zijn alle spelers fit? Is Van der Water weer terug dan? Nou, dat soort vragen die kan je nu nog niet beantwoorden. Dat duurt nog even. Maar als ze in vorm zijn, dan kunnen die het verschil maken. Maar Utrecht is gewoon echt een subtopclub. Die hebben een heel degelijk elftal. En dat zie je ook gisteren weer tegen Groningen. Slecht spelen toch winnen? Ja, maar goed, die zijn fysiek in orde. Die hebben een bepaalde brutaliteit altijd. Maar op kunstgras voelen ze zich vaak wat minder thuis. Al eens vorige keer. Was het 1-5 volgens mij? Ja. Mm-hmm. Thuiswedstrijd, hè? Ja. Dus dan kan het zomaar in één keer in de omschakeling. Dat zal Utrecht ook doen. Maar Heracles moet van zichzelf uitgaan, zoals altijd. Wat gaat het worden? Dan denk ik dat ze licht favoriet zijn. Uitslag? Licht eentje. 2-1. 2-1. Jij zegt... Ik ook een eentje. In uitslag 2-0, 2-1. 2-0, 2-1. Wat Jan aan jou min of meer vraagt, is iedereen fit bij die wedstrijd? Het is nog een paar dagen natuurlijk. We hebben nog een aantal dagen, maar ik ga ervan uit dat iedereen fit is en iedereen kan aansluiten. Maar ik moet zeggen, ik vind Utrecht wel een goede selectie. Ja, als je kijkt ook. Keuzes hebben ze. Maar ze waren gisteren niet beter dan Groningen, toch? En op het middenveld en voorin.
Ja, ja. Hebben wel keuze. En op de brede bank. Geen makkelijke Jongs wedstrijd. Hebben ze nog op de bank. Geen makkelijke wedstrijd. En die Baabek. En ja, ze hebben die achterin. Makkie nog eens terug. En ze hebben genoeg keuze. Ze hebben waar keuze, liggen de pijnpunten? Waar kun je ze pijn doen als Heracles zijn? Je speelt thuis op kunstgras in eerste instantie. Wordt dit uitgezonden na de wedstrijd? Nee. We hebben geen geheimen. Zij zullen ons toch ook analyseren, neem ik aan. Ja, we gaan gewoon. Zeg maar gewoon, man. Dat maakt het uit. Ja. Nee, dan ga ik het tactisch houden. Maar ik denk dat het zelf het niveau wat wij zelf gaan halen, dat dat bepalend zal zijn. Hè? Zoals afgelopen wedstrijd tegen Sparta hebben we het niveau niet gehaald. Nee. Ja, dus dat zal bepalend gaan worden van, hoe ver zijn de jongens, zijn ze er echt klaar voor? En kunnen we alle energie erin stoppen die wij hebben, normaal gesproken? Uitslag, prognose? Ja, 2-1. 2-1, dat is redelijk mooi. Ja. FC Twente speelt thuis ook tegen Vitesse, cruciale wedstrijd. Wat gaat het worden? Twente-Vitesse? Twente wint met? 2-0. Vitesse mist twee spelers op middenveld, Bero en Bazour. Ja. Ik denk Twente. Toch wel. 2-1. Ja, thuis ligt favoriet. Ik houd op 1-0. 1-0. Ja. Eindelijk geen last van een shock-effect bij een tegenstander die een trainer kwijtraakt. Maar het is nog geen zaterdag. Nee, maar jullie zeggen in eentje, dus wat dat betreft. Ja. En ze hebben natuurlijk Oosting aan het roeren. Ten slotte, even jouw ambities voor de toekomst, Peter. Je bent assistenttrainer bij Jong Oranje, bij Heracles. Het gaat je voor de wind, maar heb jij een stip aan de horizon? Dat moet ik later gaan bereiken. Dromen heb je altijd. Ja. Ik wil me ontwikkelen. En Jan zei dat heel mooi, hè? Mijn rugzak wordt gevuld iedere dag weer. Ja. Dat wil ik blijven doen. Plannen kun je niet in de voetbal. Ik heb hier nou nog een jaar contract bij Heracles, dus we wachten af hoe dat weer gaat en wat er allemaal op het pad komt. Dus ik heb ambitie om uiteindelijk hoofdtrainer te worden, maar wanneer dat is, gaan we niks veranderen. Niks veranderlijker dan een huwelijk en de voetballerij. Kijk, daar weet jij alles van. Maar dit geldt terzijde. Ja. Dat was er weer één. We gaan afsluiten. Ja, dankjewel Jan voor de aanwezigheid. Dankjewel René, met je huwelijk ook. Veel bedankt, succes. Jongen. En Peter, bedankt voor je aanwezigheid. Succes met alles wat je gaat doen. We blijven je volgen. Dat was er weer een aflevering van Voetbaltijd. Volgende week zijn we terug met dan in de hoofdrol niemand minder dan Hans de Koning. Tot volgende week. Tot dan.